Ik ben hier in de Betuwe, in de tuin op het landgoed van de familie Van Dedem. Wat zeg ik? Op een van de vier landgoederen van de kastelen van de familie Van Dedem. En vandaag geeft Arthur Baron Van Dedem een tuinfeestje. Zoals alleen Hollands oud geld dat kan doen. Naast mij staat Arthur Baron Van Dedem. Ik zeg het goed? Dat zeg je goed, maar ik heet gewoon Arthur Van Dedem. En ik heb een titel, ja, toevallig baron, dat erfje. Kasteel Ophemert bestaat sinds de late middeleeuwen. Het huis is nog steeds in adellijke handen. Maar voor de Van Dedem zijn de jaren van overvloed een beetje voorbij. Om het landgoed te bekostigen, verhuren ze het kasteel en de tuin voor feesten en partijen. Tot wanneer waren de Van Dedem zo dat ze zomaar niet hoefden werken voor geld en dat ze echt personeel hadden? Nou, uw ouders, grootouders? Nou, die moesten werken, maar grootouders minder. Minder is? Niet veel. Niet. Van Dedem is een adellijke familie die diep teruggaat in onze geschiedenis. Drie takken zijn er. En elke tak heeft bijna een eigen landgoed en kasteel. Dat klinkt comfortabel. Ja, dus ik ben ook redelijk erfelijk belast. En dus met de paplepel erin gegoten. Ja, kastelen en landgoederen. Alexandra Van Dedem, de vrouw des huizes, mag ik het zo noemen? Ja, wij zien het als ons huis en niet ons kasteel. Nee, het is ons huis en daar werken we, daar wonen we, daar doen we alles wat we moeten doen. Maar dan moet ik even streng zijn. Oké. Mevrouw Van Dedem, u bent... U heeft de Walk of Shame doorgemaakt. U bent aan de andere kant van het kasteel, van het huis. U woont in het koetshuis. Ja. Daar woont het dat personeel. Doe je niet, hè? Daar zet je je rijtuig. Ja, maar wij zijn ook af en toe gewoon personeel. Maar dit, zo voelt u het. U bent eigenlijk personeel van de traditie geworden. Het is keihard werken. Het is niet zo dat we nu staan te recipiëren, dat we dat altijd doen. Of gezellig een koffietje drinken. Het is heel hard werken en poetsen en van alles en nog wat doen om het mogelijk te maken. En het heeft niets met glamour te maken. Men denkt dat we allemaal maar personeel hebben. Ja. En als dat zo is, ja, dan moet je wel zeer rijk zijn om dat te kunnen financieren. Dus je moet heel zuinig zijn. Ja? Waar blijkt die zuinigheid bij u uit? Wij stoken matig. Dat nog betekent? Steeds. Klappertanden door het pand? We hebben altijd zelf 15, 16 graden. Hè. Dat is bij ons normaal. Dat is bij de oude adel eigenlijk een normale temperatuur. Ja, 15, 16 graden. Wij zeggen wij doen een trui aan. Maar we hebben wel eens visite en dan doen we de verwarming omhoog. Maar dan is het natuurlijk nog koud. Ja. En de eerste keer komen ze dan in een zijde blouse en weet ik allemaal wat. En de volgende keer hoef je niks te zeggen, maar dan komen ze ook met dikke trui. Komen ze al met een trui. De Van Dedems moeten werken voor hun geld en stellen het kasteel open voor huwelijksplechtigheden, muziekpartijtjes en zelfs een heuse bed en breakfast. Vandaag geven de Van Dedems een slotgrachtconcert, samen met het Gelders Orkest. Gewoon in de kasteeltuin. Vooraf is er, heel Brits, een picknick. De baron heeft gevraagd of iedereen zijn eigen picknickmandje meeneemt en een kleedje en dan met de familie en de kinderen hier gaat picknicken. Kijk, dat is een chic tuinfeestje, maar dan moeten we er wel bij zeggen, het is oud geld. Dus je moet het wel zelf betalen. 1950. Wat zit er in een oud geld picknickmandje? Behalve een potje marmiet. Zilver. Zilver. Dat, het moet van riet zijn. Zilver. Ja. Wat hebben we verder? Het porselein natuurlijk. Hè. Het is geen plastic. Naar Esker doe je dat hoedje op. Naar Henley doe je dat streepje jasje aan. Naar het roeien, naar het cricket, naar het golf. Noem maar op. En hier in Nederland doe ik gewoon mijn kloffie aan, waar ik me lekker voel. Ja, klopt. Ja, zelfs in korte broeken komen ze. Ja. Dat is erg. Als dat de keuze is van mensen, dan vind ik, moeten ze zich daar vrij in voelen. Ja. En, het zou veel mooier zijn. Als het is esthetisch. Dat is ook best. Zo. Ja, ik vind het ook. En als dat nu de enige stilistische misser zou zijn? Helaas. De plastic picknickbakjes kunnen schoon terug de mand in. We waren even op het feestje van de Summer Fair en dat klonk ongeveer zo. Die stijl die we daar in Noordwijk aan Zee zagen, zien we niet zo snel bij de Van Dedems in de tuin. Niet zozeer in deze sfeer, nee. Ik ben dol op allerlei soorten muziek. Het is niet zo dat ik dit alleen maar prefereer, maar niet voor zo'n feest. En terwijl het orkest al inspeelt, maakt de baron even een kleine rondgang door zijn eigen tuin.
Als de avond valt, is het woord aan de kasteelheer. Namens mijn vrouw heet ik u van harte welkom op dit prachtige landgoed van Kasteel op Hemert. En waar nieuw geld voor zijn tuinfeestje natuurlijk Beyoncé in vliegt of desnoods de toppers, doet Baron van Dedem het net iets braver. Het Gelders Orkest. Het feestje van de Baron zal woest eindigen met beschaafd nippen en de witte wijn. Dat doen de nieuwe rijken wel even anders. Iets diepere decolletettes en geen wijn, maar natuurlijk champagne. Laten we eerlijk zijn, dat is best lekker.